Hallo de beskijkers van Mr. Mike Street. Ik ben daar en vandaag ben ik alleen. Vandaag heb ik weer een nieuwe episode van een nieuwe serie op mijn kanaal. En dat is een survival. Gewoon vanilla, alleen met een kleine twist. En die twist is met Optifine, zodat ik minder lijk krijg. Dit is niks, het is gewoon bij Forge. Dat ook maar. En natuurlijk shaders. En ik gebruik vandaag de Paulus Legless shaders versie O3RC8.zip. En dat is echt een van mijn lievelings shaders zoals ze al staat. Lijkless, het geeft geen lijk, nou amper. En ik vind het gewoon heel fijn, ik vind hem heel mooi en het is echt geweldig. Ik dacht dat maakt het een beetje leuker. Ik heb wel al mijn dingen uitstaan zoals... Oh, oops, dat is research pack. Oh no. Oh shit, oh oké, gelukkig. Nou ja, bij video's heb ik dus alles op off staan. En fast, sorry als ik zo... hard ademen, maar ja, alles op off of fast en quality ook allemaal, alles heb ik op off of fast, ja. En ja, dat ik heb het dus op het allerlaagst, lager kan er niet in. Nou ja, dat moet gewoon als ik het over wil overleven, zeg maar. En we gaan gewoon een nieuwe wereld aanmaken, sorry voor mijn andere werelden, maar het zijn gewoon allemaal random shit. En we noemen het Minecraft Survival. Survival natuurlijk, more world options, ja. Ja, ja, dat vind ik wel fijn. Bonus chest, of ja. En dan create new world. Let's go. En ik ben al zo terug wanneer het klaar is. Ja, en dan zijn we weer. Zoals je kan zien is de wereld net geladen. En zoals je kan zien is er geen zon. Oké, dat valt. Dat moet ik wel even aanzetten. Oké, dat wist ik niet. Wacht, en water. Kijk, dat water, man. Oh, ik hou van water. En kijk, mijn schaduw. Oh, oh oké. Okay. Performance, nee. Other. Wacht, hier moet staan. Sunny Moon, on. Ja. Yeah. Oh, oké, okay, dat klinkt nog heel vies. Maar, oh, dat is perfect. Geweldig. En we gaan gewoon gelijk beginnen met onze survival. Olé! Mensen, welkom. En we gaan gewoon gelijk beginnen. We killen varken. Allee. Vark gaat dood. Jee, we hebben een porkchop. En waar zijn we gespawnd? We zijn in plains gespawnd, maar we zijn ergens bomen. Oh, kijk dan. Dit is een geweldig water. Hoeveel FPS heb ik? Ik heb 15 FPS. 17, 18, 20. Zoiets. Ja, 20. Ach ja, we gaan gewoon even deze boompjes omklappen. Deze boompjes. Oké, okay, sorry voor mij. Goed Nederlands. Maar en dan gaan we gewoon survivalen. Ik kom uiteindelijk wel met al mijn challenges en shit. Maar nu beginnen we gewoon eventjes met survivalen. Ik ben niet verantwoordelijk voor als ik dood ga. Nou, daar ben ik wel verantwoordelijk voor. Maar ik... Ja, ik ben gewoon super. Yo kijkers, daar zijn we weer. Veel snel tussendoor. Wat jullie nu meemaken is een heel snel door... gaan, maar ja, dat ga ik vaker doen, want anders is het een beetje saai. Maar ja, ik zie jullie zometeen weer terug wanneer ik een beetje meer hout heb, ook een beetje ander soort hout. Maar ja, tot zo. Yo kijkers, daar zijn we weer en we gaan gewoon gelijk even terug, want dan kan ik even gaan mijnen, daro en andere shit, want ik heb een paar dieren nodig. Want als ik heb ook die schapen. Wacht, ik zou even een paar schapen killen. Oh jee, we hebben gelijk ons eerste achievement. Hell yeah. Maar ja, ik ga even een zwaard maken. Zodat ik die beest kan uitmoorden, ja. Zo. Doen we daar. Normaal heb ik ergens in de 40 FPS of zo, maar nu niet. Dus het is wel even wennen. Maar ja, dat komt toch goed. Want de shaders is het waard. Yo kijkers, daar zijn we weer en we gaan gewoon even wat beestjes slachten. Let's go! Yo kijkers, daar zijn we weer. En misschien zag je het, maar ik ben zo'n derp. Ik stond daar net en ik dacht, hey, waarom gaat eigenlijk mijn honger niet naar beneden? Nou, ik klik dus op escape. Options en wat staat daar? Stond peaceful. Ah, oh, ik ben nog zo dom. Maar ja, het staat nu op easy en we gaan gewoon ons huisje bouwen. Het wordt gewoon heel
Turp, Huisje, Hero. Niks speciaals, maar het is maar tijdelijk, want uiteindelijk gaan we gewoon ergens onze dikke villa bouwen, een dikke crib, alles. Maar ja, tijdelijk, hier is het erg. Zie ik ook niks. Oh ja, ik dacht even dat ik niks zag vallen. Maar ja, we gaan gewoon hier even wat weghalen. Hallo schaap, hoe gaan we met jou? Maar ja, dat spoel ik ook wel even door. Woep! Oh, je kijkers, ik ben er weer en ik heb tot ziens niet genoeg hout, dus we gaan gewoon weer even hout halen. Woe! Dus tot zo! Yo kijkers, daar zijn we weer. Dat is toch prachtig. Kijk dit dan. Wacht, eerst maar iets eten. Ik wil daarop staan. Terwijl ik het zie. Kijk, zonsondergang. Oh, dat is echt prachtig. Zo, gelijk. Oh, dat. Zo. Bam. Gelijk al de thumbnail. Oh, dat is echt prachtig. Ik zal sunset. Amazing. Maar dat betekent ook dat het nacht wordt. En dat is ook weer niet goed. Maar ja, misschien heb je toch zin. Ik heb mijn bed even snel gebouwd. En ik heb de een naar de minivis searcher trouwens. Maar ja, ik plaats gewoon heel op mijn bed en ik ga gewoon even pitten. Daar ben ik heel goed in. Maar staan we op. En dan is het dag. En daar zijn we dan weer. Maar ja, dan gaan we weer gewoon even verder met bouwen. En wat ik hier dus op plan ben, is een soort van fences dingetje, zeg maar, net als vissenhutje. Maar ja, dan moet ik wel dingen voor maken en zo. Dus ik ga nog wat meer hout halen, denk ik. Ik ga gewoon heel veel wat kobbelstam halen, dat zal ik gaan doen. Dus ik zie jullie zo meteen weer. Maar dan met wat kobbelstam. Mensen, hier ben ik weer. Bedankt voor het kijken. Laat een like achter, subscribe, deel deze video met z'n etcetera. Nu denk je, waarom zo random? Nou, dit is het einde van deze episode. Ik weet, misschien is het niet zo lang geworden, maar dat maakt niet uit. En ik ga gewoon gelijk verder met deel 2. En bedankt voor het kijken. Laat een like achter. En zo, deel deze video met vrienden. Maar belangrijk, subscribe. En nu ik het zeg, Minecraft. Maar nu ik het zeg, ik heb net bijna de 80 subs. Ik heb nu al 79. Het voelt net alsof gisteren. Alsof ik de 50 subs video had gemaakt. En ga heel lang voor kijken. En doe deze video met vrienden hetzelfde. Ik heb het al gezegd. Wat doe je daar? Nou ja. Mensen, bedankt voor het kijken. En peace.